ben Patrick, DJ bij Kicks Radio. En ik zit op de maandagmiddag van 2 tot 4 met mijn programma. Wat is bijvoorbeeld je favoriete lied onder de douche? Of dans je niet en zing je niet onder de douche? Oh ja, zeker wel. Nou, meestal heb ik onder de douche ook gewoon de radio aanstaan of muziek. En dan is het eigenlijk dat ik meezing wat er op dat moment op de radio komt. Dus dat kan echt gaan van Mariah Carey tot Armin van Buuren ofzo. Je zit nu al een tijdje op de radio. Ja. Wat kan jij het meest awkward moment op de radio noemen? Ja, niet zo heel lang geleden zat ik op een andere zender bij de kermis in Tilburg. En toen werd er echt 30 seconden voordat het liedje was afgelopen, een artiest of een DJ, ik weet niet eens meer wie het was, naar binnen geschoven. Zo van, joh, je gaat hem even interviewen. Maar ik had geen idee wie die gast was. Dus ik heb echt de raarste vragen gesteld die helemaal niet sloegen op die vent. En ondertussen probeerde ik heel stiekem nog eventjes snel wat op te zoeken op mijn telefoon over die vent, maar kon helemaal niks vinden. Dus dat was echt wel een heel slecht interview geworden uiteindelijk. Ja. Wat is je spirit animal? Een spirit animal, de schildpad. Past het gewoon goed bij je? Of? Ja, ook traag als dikke stront? Nee. Nee. Ja, ik vind het gewoon echt een fantastisch dier. Dus ik hoop dat ik ook gewoon fantastisch kan zijn, zoals een schildpad. Wat betekent Kicks Radio voor jou? 2 uur lang alles draaien waar ik zin in heb of waar ik geen zin in heb, om mensen mee blij te kunnen maken. En 2 uur lang plezier maken op de radio eigenlijk. En wat is je guilty pleasure qua muziek? Oh, daar heb ik er best wel veel van. Eentje van is Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Zo mooi. Ja, daar zijn dus de meningen over verdeeld. Okay, en wat is het volgende lied wat je zou gaan draaien? Is dat zometeen ga ik Chocolate draaien van de 1975. Top, nee, dankjewel. Graag gedaan. Ga ervoor. Thanks. You're the Rufus en Chaka Khan, Ain't Nobody op Kicks Radio. En dit zijn de 1975 met Chocolate.